Koffie, 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 koffie. Een hele goede morgen! En naast mij komt nu Vincent te staan. We hebben een filmploeg besteld. Ja, wat krijgen we nou weer? We hebben een professionele filmploeg voor vandaag. Dit is de amateur filmploeg. Dit is de professional. Je staat vol tegen het daglicht te schieten. Ja, dat weet ik. Ja, maar dat nou zo hoort. Voilà. Ta 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 ta. Hey Vincent, je hoofd is een lamp geworden. Oh nee, nou niet meer. Oké, ja, oké. Ja, opvlekkeren. Oké. Ja, voor het raam staan ziet er natuurlijk ook raar uit, want hij gaat een rondje draaien daar. Dus wij gaan nu net doen alsof we wat aan het doen zijn. Oh. Hoe was het gisteren bij... Excellent. Kis, ja. Geweldig, ja. Ja, ja. Heb je nog beelden geschoten? Ja, zeker. Ja, die gaan we even laten zien nu. Komt-ie. Yeah. Wat zie jij bleek, joh? Ik zie jouw gezicht ook nooit meer tegenwoordig. Alleen maar aan het filmen, gast. Ja. Je hebt geen plank voor je kop, maar een telefoon. Goed, wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, vandaag gaat het gebeuren. Vanmiddag komt Alice Springs. Leuk, hartstikke leuk. Mag ik daarbij filmen? Of je daarbij me filmt, moet ik even aan Alice vragen. Want haar haar is nu rood. Dat is het altijd, volgens mij. Ja, dit was echt een waardeloos argument. Ja. Oh, is het alweer pauze? We moeten nog beginnen. Ik hou van pauze. Het is jammer, eigenlijk, daar gaan we het even over hebben nu, dat je tekst best wel kort is. Want als je tekst iets langer is, dan is het wel leuker om te versnijden, zeg maar, met wat we al gedraaid hebben. Nou moet alles wat in beeld komt, moet natuurlijk even schoongemaakt worden. Daar gaat-ie. I want to break free. I want to break free. Zo, die is weer schoon. Hey Vincent, stond hier ineens een camera. Mooi, hè? Ja, is mooi. Wat ga je nou doen? Ga je racen met je raceautootje? Cameraman tegen cameraman dit. Ik realiseer me net, ik moet op commando glimlachen. Een duimpje omhoog doen, moeten jullie ook doen op commando. Dit is het commando om nu een duimpje omhoog te geven. Duurt lang. We hebben een beller, we hebben een beller, we hebben een beller. Ja. Goedemiddag, hey, daar zijn we weer. Zijn we in de vlog? Nee, ik knip jou er deze keer nu echt uit hoor. Ja, van de vorige nog een beetje kort. Dat vond ik ook. Ja, een beetje te de vorige kort. Was echt te kort. Weet je wat er komt? Nee. Ik heb 2 dagen dus even niks gedaan. En dan moet je dus weer inkomen. Nee, blijf vloggen. Nee, want ik heb nu... Ja, onze grote held van vandaag. Ja, dat is... Hugo! Hugo is een beetje camera verlegen. Maar die heeft wel vandaag gewoon eventjes die houten kist die daarachter staat weer aan het werk gemaakt, jongens. Ik kan wel gaan uitleggen wat erin zit, maar dat interesseert toch niemand. Kenners weten toch al waar ik het over heb als ze dit zien. Even schakelen nu hoor. Staat daar. Oh, er is een doosje. Staat daar ik een... ben bang dat daar... Er staat hier een kist. Nou, ik ga er maar vast in. Ja, ik weet al wat erin zit. Ja. We laten binnenkort zien aan de kijkers. Ja, we gaan nu nog niet laten zien. Nee. Nee, leuk, nee. Als jullie kunnen raden wat erin zit, dan win je een rondleiding door de studio. En daarmee maak ik een einde aan vlog nummer 8. Nummer 8. Als je het leuk vond, geef dan even een blauw duimpje omhoog, een groen duimpje omhoog, een geel duimpje omhoog, een oranje duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren op mij op YouTube. Vind ik echt heel tof als je daar even de moeite voor neemt. Verder, erg bedankt voor het kijken. En zeg ik wederom, toedeledoki! Ho, stop! Ho, wacht even. Herinneren jullie Suzanne en Freek nog uit vlog nummer 3? De clip die wij vorige week hebben opgenomen staat nu online. Linkje vind je hier. Hier dus. Even klikken. Goed zo. Voor backstage dingen vlog nummer 3 vind je hier. Dus dat is te gek, hè?